Goedemorgen. Gisteren ben ik met mijn huisgenootje naar de Gamma geweest en hebben we verf gekocht. Want we gaan deze muur verven. Dus deze hele oranje muur wordt een andere kleur. En we hebben allemaal even wat verfspulletjes gehaald bij de Action. En dus de verf. En uiteindelijk hebben we voor de kleur zeepaardje gekozen. Hij lijkt nu best wel op die kleur, maar als je hem ervoor houdt, is die echt wel wat meer bruin-geelachtig. Dus die gaat daar. Dus dit moet zo meteen even allemaal aan de kant gezet worden. En dan gaan we zo beginnen. Goed, we hebben eventjes de kamer verbeterd. Ik wil eigenlijk het liefst die stekker er even in laten, want dat is internet en al die dingen. Maar goed, één iemand is niet zo blij met de verbouwing. We hebben nu even de bank hier gezet en eigenlijk, nou, die stoel moet nog even aan de kant. En hier even alle andere dingen, zodat we in ieder geval de komende dagen wel gewoon kunnen leven hier. Het wordt wel even wat krapper, maar anders dan moeten we het hele tijd heen en weer verplaatsen. En daar hebben we niet zoveel zin in. Dus we gaan nu eerst eventjes dingen schoonmaken, opruimen. En dit een beetje netjes neerzetten. En dan kunnen we zo gaan beginnen met de muur schoonmaken en tapen. Nou, we zijn bijna klaar met alles aftapen. We hebben hier onderin, bovenin. En Laura doet nu het laatste deel daar. En dan gaan we denk ik verven, of niet? Oké, de eerste laag zit erop. Kijk, en hier zie je al best wel goed hoe die is. Maar je ziet nog wel heel erg die oranje ondertoon. Maar hij is echt wel al een stuk lichter. En dat is dus net geverfd. Dus ik ga nu even de tape overal afhalen. Dat gaan we laten drogen. En dan morgenavond komt laag 2. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik heb geverfd en ik was aan het editen. En toen zag ik dat ik helemaal geen eindresultaat heb laten zien. Dus dat ga ik nog even doen. Want dit is hoe het uiteindelijk is geworden. En ik ben heel erg blij dat eigenlijk dat oranje weg is. Want dat vond ik dus echt helemaal niet zo leuk. En nu is het wat meer een geheel. Ik moet wel zeggen, het is donkerder geworden dan ik eigenlijk had verwacht. Dus er is een hele grote kans dat ik het wel weer nog een keer ga verven. Maar dat duurt nog wel even. Maar dan hebben we het in ieder geval gezien. Nou, dit is dus de schuur momenteel. Mijn huisgenootje die heeft het net van de week haar eigen spullen een beetje opgeruimd. Dus heel veel hiervan, deze dingen, die zijn van haar. Je ziet bijvoorbeeld die bank daar staan. Je hebt natuurlijk best wel veel ruimte in. En daarachter zijn dus allemaal dozen van mij en spullen van mij. En die moet ik allemaal gaan uitzoeken. En hier hebben we nog een kastje. Die is ook van mijn huisgenootje. En nog wat andere dingen. Nou, bijvoorbeeld een krat bier dat leeg is. Die kan weg. Maar dat moet ik even allemaal gaan uitzoeken. En mijn plan is dan om hier zo over deze hele wand stellingkasten te doen. Zodat al die spullen in kunnen. Dat we hierboven, nou ja, de ruimte ook optimaal gebruiken. Nou, het ziet er zo wel heel heftig uit allemaal. Maar goed, let's go. Oké,
Ik ben dus nu bezig, maar ik merk dat ik gewoon niet de ruimte heb om de spullen weer weg te leggen. En ik wilde dus van die stellingkasten halen, maar ik heb geen auto. Dus ik heb net even mijn zusje een berichtje gestuurd of we die vandaag konden ophalen. En toen bedacht ik, nou, zij is nu op werk, dus ik kan haar auto ook wel even lenen. Dus ik ga nu snel weer de schuur inruimen. En dat wordt niet heel erg netjes, maar goed. En dan ga ik gewoon die stellingkasten in elkaar zetten, want dan kan ik in ieder geval de spullen kwijt. Dus let's go. Oké, ik ben terug van de gamma en ik heb de stellingkasten opgehaald. Hier staan ze. Ja, de schuur is nu echt weer helemaal vol. Dus ik ga dit er even allemaal uithalen. Ik ga er in ieder geval eentje in elkaar zetten zo. En dan kijk ik wel hoe ver ik met de rest kom. Oké, het is de volgende dag. Ik heb best wel wat gedaan. Ik heb gisteren 3 stellingkasten in elkaar gezet. En ik ben vandaag net even met mijn huisgenootje naar de IKEA geweest om wat bakken op te halen. Dus ik zal het even laten zien. Ik heb hier de bakken. Ik heb er 5 gehaald. Want ik heb zelf nog 3 van deze. Dus ik dacht, nou dan heb ik er 8. En dat paste in zo'n kast. Paste er precies 8. Maar voor de rest heb ik dus al die spullen er weer in gedaan. Want ik had echt geen ruimte. Maar hier zijn dus de kasten. Ik heb er nu 3 in elkaar gezet. En ik denk eigenlijk dat dat genoeg moet zijn. Maar goed, ik ga een start maken met het uitzoeken van de spullen. Zodat ik het in ieder geval in die bakken heb. Het is de bedoeling dat die dozen straks allemaal weg zijn. En de bank hebben we dus verplaatst. Waardoor die dus nu hier in de hoek staat. Waardoor we iets meer ruimte hebben. Maar let's go. Het is alweer bijna een week later dan de vorige wat jullie hebben gezien. Want ik was bezig geweest en toen raakte ik een beetje overweldigd. En toen dacht ik, nee, ik weet even niet meer wat ik nu moet doen. Maar het is nu maandag en ik ga weer bezig. Ik heb de vorige keer wel alle kasten een beetje gevuld met alles en er zit een beetje een logisch iets in, maar eigenlijk ook niet helemaal. Heel veel van deze dozen, dit, even kijken, en deze allemaal, die komen dus bij mijn ouders vandaan. Die moet ik sowieso allemaal uitzoeken en dit stukje. Maar de bank staat in ieder geval hier, dus dat is top. En ik ga daar nog eventjes wat meer spullen in het hoekje zetten. En de rest ga ik gewoon even erbuiten zetten. Want dan weet ik in ieder geval zeker, dan kan ik in ieder geval de spullen een beetje op de plek gaan zetten. Het belangrijkste voor vandaag is dat ik in ieder geval die dozen die dus bij mijn ouders vandaan komen allemaal even ga uitzoeken. Want er kan gewoon heel veel weg en ik moet maar even een aparte doos gaan maken voor de uitgezochte dingen en die weg kunnen. Ik heb ook even mijn labelmaker meegenomen en ik ga vast even wat labeltjes maken voor op de bakken. Dat ik gewoon makkelijk kan zien waar het in moet en dat het nog wat georganiseerd is. Dat het nog iets georganiseerder is. Oké, het is hier echt één zooi, maar er gaat al best wel wat spul weg. Dus dat is best wel positief. Ik zit even te twijfelen hoe ik dit nu weer ga opbergen. Want heel veel van de spullen die ik haal, wil ik hier wel gewoon laten. Maar ik weet niet of ik het dan terug doe in dozen of dat ik het in de doorzichtige bakken doe. Dus dat is nog even kijken. Oh mijn god, kijk wat ik net vind. Het is mijn Barbie. Ik ben net naar de Barbie film geweest, dus ik ben echt... Dit vind ik echt amazing. Zo cute. Ik heb nu deze spullen die hier allemaal los liggen... Nou, die wil ik houden. Deze doos gaat weg. Alles wat hier staat gaat weg. En dit wil ik nog bewaren. En ik heb daar nog 1 doos die ik moet uitzoeken. En die daarboven. En volgens mij is dat alles. Het is ondertussen alweer de volgende dag. En ik heb gisteravond, of gistermiddag,
alles een beetje weer ingeschoven. Ik heb best wel veel gedaan. Maar ik ben nog niet helemaal klaar met alles uitzoeken. Dus ik wil in ieder geval alles uitzoeken. En alles wat weg kan eventjes georganiseerd opruimen. Dat ik dat, nou ja, als ik de rest van het huis ook heb uitgezocht, in één keer naar de goede plek kan brengen. Want dit is nu hoe het eruit ziet. Ik heb dus die bakken hier zo. Die bakken hierboven is het eigenlijk allemaal netjes opgeruimd. Dit is nog, nou, deels van mijn huis, want deels moet het nog even wat beter opgeruimd worden. Dit zijn eigenlijk spullen die naar boven moeten, naar het appartement. En hier heb ik dus alles neergezet wat eigenlijk weg kan, maar ik heb alles er een beetje in gegooid. Dus dat moet even georganiseerd worden, dat ik weet van, nou ja, wat moet naar de kringloop bijvoorbeeld, wat kan gedoneerd worden, wat kan verkocht worden, et cetera. Ik ben een heel eind gekomen. Ik moet zeker nog weer even naar de IKEA. Maar ik ga dat denk ik even laten doen. Want ik heb voor in het appartement ook nog wat dingen van de IKEA nodig. Maar ik zal even laten zien waar ik nu ben. Als je binnenkomt heb je nu hier gewoon de bank. En daarachter staan wel wat dingetjes die niet weg kunnen. Maar nou, daar heb ik verder geen last van. Hier een kastje. En daar nog wat, nou, een deur van mijn kast. En een plankje. Daarin heb ik nog wat spullen gedaan. Daar zijn nog krukjes. En het wagentje met alle plantenpotten van mijn huisgenootje. Ik heb hier tussen het laminaat nog neergelegd. Die is ook van het huis. Dus nou, die zal hier sowieso moeten blijven. Dan heb ik nu hier de bakken. Dus dit zijn de kerstspullen. Feestspullen. Dit is, even kijken, klussen. Dingen voor, nou ja, nu het balkon. Dus ook mijn, dat zijn vooral mijn plantenpotten. En nog, ik heb boven bijvoorbeeld nog een zak met stenen staan. Nou, die kan er ook bij in. Dan heb ik hier boeken en dvd's waar ik nog wel eens in wil kijken, laat maar zeggen. En dit is echt allemaal van vroeger. En dat wil ik wel graag bewaren. Maar goed, dat ga ik nu niet gebruiken. Dan heb ik hier een bak met wat sport- en outdoor dingen. En daar, ik heb bijvoorbeeld ook nog een judo pak. Die kan daar ook in. En die andere bak daaronder heb ik nog speelgoed en knuffels van vroeger. En dan heb ik daar die drie bakken, of twee bakken en doos. Daar heb ik dus nog een nieuw bak voor. Want dit zijn gewoon dingen die ik graag wil bewaren. Een soort van herinneringsdingen. En hier wil ik nog een bak voor huisdingen. Want ik heb in het appartement boven daar ook nog best wel veel van wat erin kan. Dan heb ik hier dus nog een lege plank. Nou, dit is eigenlijk allemaal van mijn huisgenootje. Dus op zich, dit staat mooi vol. Maar dit is wel allemaal, ja, we kunnen er wel gewoon bij. En nou, dat is top. En ik had dus zo'n zak hem helemaal leeg zo van mij. Hij is dus gescheurd. Dus ik zou even een nieuwe moeten hebben. Want dit is gewoon mijn dekbed. Nou, mijn eenpersoonsdekbed. Wat ik eigenlijk alleen gebruik als er mensen komen logeren. En de kerstboom. Wat nog wel zo is, is dat hier best wel veel spullen staan. Maar heel veel van dit gaat weg. Dus die ga ik verkopen, want ik had er één extra gekocht. De dozen kunnen allemaal weg. Dit is verf die niet meer goed is. Nog een doos die weg kan. Dit moet nog wel eventjes weer teruggezet worden, maar goed. Dit gaat weg. Die tassen gaan weg. Dit gaat allemaal naar boven. Ik moet even kijken waar ik deze nog laat. Dit kastje moet er nog wel in, maar ik denk dat die wel zo eerst even hier, even kijken, om het hoekje kan. Hier zo. En eventueel hangen we hem zelfs nog op later. Dan hebben we iets meer ruimte. En even kijken. Deze IKEA-tas met spullen. Deze tas die moet allemaal naar boven eigenlijk. Dit gaat allemaal weg. Dus of naar de kringloop of nog van andere mensen. En dan zie ik dus alleen nog even met deze dingetjes. Want een deel hiervan is van mijn huisgenootje. Maar ik denk dat ik gewoon nog wat meer van die zakken ga halen. En dan kunnen we dat gewoon allemaal bij elkaar leggen.